We leven in een fragile democratie. Waar de politiek steeds meer lijkt op een mediacircus. Terwijl besluiten worden genomen buiten het zicht van de camera's. Waar leiders zich verkopen aan de meest biedende. En samenlevingen besparingen opdringen. Waar overheden toxische producten goedkeuren. En grenzen sluiten voor oorlogsvluchtelingen. Waar onze levens steeds meer gecontroleerd worden. Terwijl het ontduiken van belastingen legaal blijft. Nochtans, in een systeem dat dol draait, zijn het klokkenluiders die klaarheid brengen. Zij nemen risico's om het algemeen belang te verdedigen. Daarom werd EU-Leaks gecreëerd. Een website die het toelaat om informatie te delen op een anonieme en veilige wijze. EU-Leaks.